Hallo lieve kijkbuiskinderen. Wij zijn Puk en Anne van Fresh Chicks van KookTV. En we staan voor jouw prachtige auto, is het niet? Nee. Ja, ik heb nog geen rijbewijs. Lekker geacteerd weer. Ik heb geen rijbewijs. Nee, ik heb ook geen rijbewijs, nee. Anne. En nog iemand die wij kennen heeft nog geen rijbewijs, namelijk Yassine. Yassine is 16 jaar, houdt enorm veel snelle auto's, autorijden en komt uit Enschede. En wij gaan hem dus verrassen met een hele hoop leuke rijactiviteiten. En dat gaan we niet in deze outfit doen. Nee, want wij hebben namelijk een kostuum meegenomen. En dat is dit. Let's go. Hi Ant. Wow, jij ziet er vet sexy uit eigenlijk. Wow, kijk dat kaarsje. Kijk dat kontje. Ja, we zijn super undercover. Stop. En onopvallend naar zijn huis gegaan. We hebben ons Formule 1 pakje aan. Ik heb mijn petje fixen. Ik zeg, mag ik gewoon aanbellen? Oké, okay, ik bel gewoon één keer zachtjes aan. Ja, zachtjes. Ze hebben honden. Ik hou niet van honden. Het was niet van mijn andere man's honden. Oh. Hey. Hallo. We komen denk ik voor uw zoon. Yassine. Hallo. Wij zijn Puk en Anne van Fresh Chicks. Anne. Van KookTV. Ja, wij zijn van KookTV en wij gaan jou vandaag verrassen. Ja. Oké. Okay. Want jij houdt... We hebben van horen gezegd dat jij van auto's houdt. Ja. En van autorijden. Ja, heb je je rijbewijs al? Nee. Nee. En wij gaan jou helpen vandaag om een stukje dichterbij jouw rijskills komen en je rijbewijs. Oké. Okay. Dus we gaan even een paar oefeningetjes doen hier in de straat. En kijken wat je al weet. Zou je met ons mee willen? Ja hoor. Ja? Ja, leuk. Zo, je bent lekker naar buiten gegaan. Jassie aangedaan. Jassie aangedaan. Leuk. Jassie, waar hou je van? Wat vind je leuk? Auto's. Wat is echt jouw coolste auto die je liefst zou willen hebben later? Ferrari. Ja? Zoiets. En dan een rode of een gele? Zwarte. En heb je al wel eens gereden? Nee. Nog nooit? Nee, nooit. Nou ja, gelukkig heb je twee goede coureurs bij je die je alles kunnen leren van dit vak. Laten we eens testen wat jij eigenlijk al van het verkeer weet. Dus wij gaan dingen laten zien of uitbeelden en jij gaat zeggen wat de goede regels zijn. We komen hier zoals je ziet op deze splitsing aan. Anne die is een auto en die komt van rechts. Wie heeft de voorrang? Zij. Waarom? Want zij komt van rechts. Hey, 100 punten! Yay! Door naar de wasmachine. Yassine, een gevaarlijk kruispunt. Hoe ziet dat bord eruit? Een rood driehoek met een zwarte kruispunt. Yes! Dit is een rode driehoek met een uitroepteken erin. Pas op de drempel. En ik heb de onderschrift nog niet eens gelezen. Yassine, wat is dit voor een bord? Hier mogen alleen maar hommers en fietsers in. Ja, jij hebt al je theorie gehaald. Nee. Maar ik denk dat je wel voldoende kennis hebt om met ons mee op pad te gaan. Echt, je weet meer dan voldoende. Je weet meer dan ik. We gaan. Zo, ja, zijn we bijna. 3, 2, 1, tadaa! Wij zijn op de kartbaan. Heb je hier wel eens een kart? Ja. Maar je houdt wel veel snelheid. Je gaat lekker snel door de bochtjes heen. Ja. Hoe hard ga je dan ongeveer? 60 of zo. Oh, yo. Nou, wij hebben ook iets heel snels voor jou geregeld. Want dan kan je eventjes omkijken en wat er ook om de hoek komt. Jij gaat daarin rijden over dit parcours. Rij nou. Een snelheid. Wat is dit? Kijk, dit is hem dan. Ja, dit is jouw racemonster en hier ga jij ons over deze baan rijden. En okay. Niet zomaar even rijden, nee, we gaan de binnenkant helemaal netjes aankleden. En we willen eigenlijk proberen dat jij dan het zo goed hier om de bochtjes heen kan rijden en dat het dus niet op grond valt. Maar je hebt nog nooit een rijles gehad, dus daarom hebben wij iemand meegenomen. Hey, hallo. Twee pedalen op de bodem, gas en rem. De rechte pedaal, gaspedaal, linker pedaal, de rem. Bedien je allebei met je rechtervoet. Spannend, of? Jawel. Wij gaan dus ook in de auto zitten. We moeten niet er doorheen schreeuwen trouwens, want dat is heel erg irritant. Ja! Zo, durft hij het een beetje aan de nest? Ja hoor, zeker. Hé, maar had hij een beetje talent? Ja, zeker. Had ja? Wel een complimentje gegeven. Nou, je hebt goed in de bochten gereden, niet uit de bocht. Ja, en inparkeren is natuurlijk een heel belangrijk dingetje, hè? Inparkeren. Misschien moeten we daar eens wat mee gaan doen. Hop uit die auto, want we hebben namelijk nog een verrassing. En daar gaan we nu naartoe. Even kijken of we genoeg tijd hebben nog. Ja, we zijn er bij een hele mooie tractor. Wij weten natuurlijk niet hoe wij op zo'n mooi ding kunnen rijden. En daarom hebben wij twee hele lieve jongens uitgenodigd. Ja, speciaal voor Anne en mij. Namelijk boer Teun en boer Guus. Hey! Oh Jesse, wij gaan straks rondrijden met deze mooie trekker. Jij wil heel graag je rijbewijs halen. Dus wij gaan op een ludieke boerenwezen. Gaan wij jou leren inparkeren met jij wel een trekker. Wel. Nou dames, ik dacht dat jullie met ons mee gingen op de trekker. Ja, leuk. Wie gaat bij wie? Gewoon zo. Ja, ik zie al dat jij veel liever.
even met Anno die trekker, dus ga maar lekker met Anno die trekker. Wij gaan samen met jou, ja. Kom. Zal ik het even een keer voordoen? Ja. Zo, hij raakte me gewoon niet aan. Wauw. Het ziet er echt vet makkelijk uit. Wat is nou de truc hierachter? Vaak is het zo, als je er heel diep in rijdt en dan in één keer het stuur helemaal omdraait, komt het bijna altijd wel goed. Bijna altijd. Nou, dan moet je onthouden. Gaat ie hoor. Zeg. Lekker. Goed draaien. Goed zo. Terug draaien. Oh, daar gaat over het pak heen. Ja, ga door, ga door. Ja! Hey! In één keer, hè? High five! Lekker! Je moet iets verder insteken, hè? En dan ja, iets scherper, hè? Ja, oké. Okay. Nog iets verder, verder. Niels, we gaan helemaal nu. En nu ja! Wow! Hey! En hoe vond je dat? Wel leuk. Leuk, hè? Zullen we maar even uitzetten, want ik versta niet wat. Dankjewel! Alsjeblieft. Oh, wij moeten ook nog. Gaat eerst. Steenpapier schaar. Yay! Ik heb alleen nog maar eens het vooruit gekregen. Krijg ik wel les? Nee, leg maar niks uit. Dat is leuk. Kom, Puk! Ik kan het! Ja, gaat goed. Lekker, lekker, Puk. Ja, indraaien, indraaien. Echt een boerendochter ben ik, hè, jongen. Hoi, hoi! Ik ga eraf, ik ga er nooit meer op. Nou, jouw rijinstructeur wil jou over 10 lessen af laten rijden, Anne. Nou, wie heeft er gewonnen? Ik denk... Ik? Oh. Ja, jij hebt sowieso gewonnen. Ja, jij hebt sowieso maar ik ben gewonnen. Sowieso wel tweede, denk ik. Ja. Nou, dat was weer een hele andere dag dan we normaal gewend zijn. Jesse, hoe vond je het? Wel leuk. Ja? Ja. Je hebt wel een beetje leren rijden, hè, nu? Ja. Nou, volgens mij hebben we allemaal leren rijden, behalve Ann. Maar die gaat het nog een keertje overdoen, want we gaan nog een keertje terug naar de jongens van Trekker op Twente. Nou, vonden jullie dit nou ook een leuke video? Ja, laat het dan even weten in de comments of doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren natuurlijk. Ja, en wij gaan nu naar huis. Hey, zullen we naar huis rijden op deze dingen? Ja.